Vandaag, 7 oktober, is het Decent Workday, de dag van fatsoenlijk werk. En daar knokken we als Partij van de Arbeid elke dag voor, niet alleen vandaag. Dat doen we vaak samen, schouder aan schouder, met de vakbonden. Voor fatsoenlijk werk en voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet worden gezien als wegwerpartikel, waar je zoveel mogelijk op bezuinigt, maar als het grootste kapitaal van een bedrijf. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de paadjes aan elkaar hoeven rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar een arbeidsmarkt die mensen perspectief biedt. Meer zekerheid dan nu. Daar knokken we voor, omdat het nodig is en omdat wij de Partij van de Arbeid zijn.